lang geleden dat ik nog een vlog heb gemaakt. Maar dus ik ben bezig aan mijn eerste poging sinds maanden. Mijn werkdag zit er voor vandaag al op. Op vrijdag heb ik 's middags al gedaan. Ik heb nog een drukke namiddag gepland. Ik ga met mijn zus nog naar Antwerpen voor iets heel leuks, maar daarover later meer. Maar voordat ik dat ga doen, zou ik eigenlijk nog boeken moeten terugbrengen naar de bibliotheek hier in Hasselt. En ik zou nog enkele cadeauboodschappen moeten doen. En voor als mijn zussen kijken, moet ik dingen gaan afhalen die ik al eerder besteld heb. Dus geen last minute paniek shoppen zoals meestal het geval is. Ik dacht, ik zal misschien iets vertellen over de twee boeken die ik ga terugbrengen. Dat het niet alleen rare snippets zijn, maar dat het ook een beetje over boeken gaat. Dus ik ga nu deze twee boeken terugbrengen. Dat is een andere wiep als de wiep waar ik werk. De eerste is The Black Flamingo van Dean Atta. Dat is een boek in het Engels. Het is een coming of age, maar je volgt hem denk ik vanaf dat hij heel heel klein is, vanaf dat hij geboren is. Het hoofdpersonage waar ik nu even de naam van kwijt ben, Michael. En je volgt die eigenlijk tot zijn studententijd en hoe dat hij in het reine komt met zichzelf. Het is ook volledig in vers geschreven. Dus de pagina's zien er zo uit. Het leest super vlot. Ik vond het wel echt een heel goed boek. Een echte aanrader. En deze is Ducks 2 Years in the Oil Sands van Kate Beaton. Ik ken haar vooral al van de internetcomics die ze maakt over geschiedkundige feitjes. Vooral haar Liszt en Chopin comics vind ik heel erg grappig. Maar dit is dus haar eerste graphic novel. Ik moet zeggen, in het begin was ik er niet helemaal van overtuigd. Het is autobiografisch. Het gaat over de 2 jaar dat zij in de Oil Sands in Canada heeft gewerkt. Dat is iets waar ik niet zoveel over weet, maar blijkbaar gingen dus heel veel mensen in Canada, als die geld nodig hadden, trokken die naar waar dat zij naartoe is getrokken, ook al niet meer weet hoe dat het juist heet, omdat ze daar snel geld konden verdienen. En zij is daar dus naartoe getrokken omwille van haar studielening, omdat ze die moest afbetalen. Eerst was ik niet super geboeid, omdat ik niet zo goed snapte waar het over ging of waar het overheen of waar het naartoe zou gaan. Maar ja, het zijn eigenlijk die plaatsen waar ze werkt zijn geïsoleerd. Dat is een soort mini dorp in de complex waar iedereen verblijft. En het zijn voornamelijk mannen die daar werken. Dus als vrouw is dat snel een heel bedreigende situatie. Het loopt een aantal keer ook niet zo goed af als zij een man ontmoet. Het gaat over het gedrag van die mannen dat verandert. Ondanks dat ze misschien iemand thuis hebben zitten. Dat die vrouwen niet met iemand kunnen gaan babbelen. Want dat nogal aan de kant wordt geschoven. Het gaat daar eigenlijk om. Van wat is de impact van zoiets? En er is ook al een beetje de vraag van, is het mij dat allemaal waard? Dus ja, voilà. Die twee boeken moet ik terugbrengen om te vermijden dat ik een boete krijg. En ik dacht dan meteen van de gelegenheid gebruik te maken. Ik heb ik zeg heel veel maar dat is omdat het heel lang geleden is dat ik dit heb gedaan. Dus ik heb deze week ook van 2 uitgevers een boek ontvangen. En ik heb die nog niet laten zien op Instagram. Of toch niet als ik dit aan het opnemen ben. En ik dacht die dan ook eventjes te laten zien. De eerste is deze van Uitgeverij Vrijdag. Over dit gevoel is nagedacht van Tjbeyens. Geen idee of ik die voornaam juist heb uitgesproken. Indien niet, sorry. Ik ga het opzoeken tegen de volgende keer dat ik er iets over vertel. Het gaat over 20ers die liefde en aan het zoeken zijn en elkaar vinden en allerlei spanningen. Iemand heeft het aan mij beschreven als Sally Rooney-achtig, dus buzzword en ik was verkocht. En Zita Teuning heeft het getipt en ik heb heel graag het woord spectaculair beloofd gelezen. Dus als zij iets tipt, dan neem ik aan dat dat ook wel iets voor mij is. En dan heb ik van De Wolken
de nieuwe bundel winterverhalen van Ingvild Rishoy ontvangen, uitgegeven bij Copernic. Ik heb vorig jaar rond kerst Stargate van haar gelezen. Dat verhaal was echt een kerstverhaal. Het is niet allemaal positief. Het deed me heel erg aan Lampje denken. Maar ik denk dat ik het dit jaar wel heel graag nog eens opnieuw zou willen lezen. Om te zien wat ik daar nu precies uithaal. Maar hier in Winterverhalen zijn dus 3 novelles opgenomen. Dus ik ben er echt wel heel benieuwd naar. En als ik me goed herinner, dan waren er ook weer heel veel heel jonge hoofdpersonages in. Want Stargate gaat ook over een heel jong meisje en haar zus. En de vader die moeilijk werk kan houden omdat hij alcoholisme heeft. Dus ja, zoals ik al zei, niet even vrolijk, maar wel super mooi geschreven. En dan ga ik nu mijn boodschappen doen die ik nog wil doen, omdat ik anders niet op tijd terug ben om de trein te halen met mijn zus. Doei! Je ziet ons. Maar we zijn nu onderweg naar de launch van de nieuwe boeken bij Luddites. Ja, ik ga eigenlijk stoppen met vertellen, want er is gewoon niks te zien van ons. Op de achtergrond is mijn zus Ovike aanwezig. Hallo. Voilà.